Bewoners van de Eindhovense Generalenbuurt zijn het spuugzat. De overlast door hangjongeren in de wijk. Tientallen bewoners klagen, maar durven dat niet voor camera te zeggen. Eentje wel, maar dan onherkenbaar. Het is belachelijk dat ze met 2, ooit met 3 auto's langs elkaar zetten, met de ramen open, tegen elkaar lopen te buurten en ondertussen eten en drinken en ze flikken alles uit de ramen. Mijn buurman, dat hij dus 2 deuren verder, dat hij op een gegeven moment dus er iets van gaat zeggen. En dat er eentje achteruit de Volkswagen bestelken springt. En toen heeft hij hem dus een oplawaai verkocht, waardoor hij weer terug is de auto gevloog. En toen werd hij morgens wakker en toen hadden ze een stel eieren kapot gegooid tegen zijn autobaan. De politie doet volgens buurtbewoners te weinig. Er zouden al diverse aangiften zijn gedaan, maar zonder resultaat. Ook de gemeente moet volgens de buurt ingrijpen. Op een gegeven moment ben je zo moe van het bellen, want er wordt gewoon niks aan gedaan. Dus wij heeft het voor zin om dus te bellen, zeggen kom nou eens kijken, jaag die jongens weg, pak ze in zijn kraag en kijk gewoon wat ze bij zich hebben. Dan zal je zien dat ze waarschijnlijk drugs en rotzooi bij zich hebben. Kijk, ik zeg niet dat ze tot 's nachts herrie moeten maken, tuurlijk niet, maar ja. Het is nou eenmaal zo. Vooral in de zomer, ja, heb je dat die jongens bij elkaar komen en ja, wordt steeds harder en harder worden gepraat. Hoe groter de groep wordt, hoe meer overlast. Maar ja, wat doe je er tegen? Ik bedoel, het zijn jongeren. Wat moet je ze wegsturen? Naar waar moet je ze sturen? Volgens de politie is er al jaren overlast in de wijk. Volgens een woordvoerder moeten bewoners vaker melding maken van de overlast. Nog dit jaar gaat de politie met gemeente en jeugdwerkers om tafel om de problemen aan te pakken.